Hey, ik ben Paul Jacobs, sport- en mediastudent en ik ga wat vertellen over mijn visie van het duurzaamheidsprobleem. Na het zien van het webcollege over duurzaamheid heb ik zelf twee punten gevonden wat ik echt vind dat het de grootste oorzaak is van het duurzaamheidsprobleem. En probeer ik namelijk aan twee dingen. Ten eerste de commercialisering van de wereld en ten tweede de levensstijl van het individu, oftewel de mens. Nou, bij de commercialisering van de wereld is dat de mensheid en de bedrijven zijn tegenwoordig veel commerciëler ingesteld. En het draait heel veel om geld. Kost wat het kost, zullen bedrijven winstgevend zijn. En vervolgens, heel veel bedrijven zijn tegenwoordig maatschappelijk bezig. Er is ook een lange tijd een discussie of dit nou daadwerkelijk gedaan wordt om de wereld een betere plek te maken. Of om hiermee naamsbekendheid te kweken en op deze manier er flink geld in terug te winnen. Ik denk eigenlijk het laatste, noem het pessimistisch. Maar ik denk dat bedrijven het alleen doen met het idee in hun achterhoofd dat ze hier later flink aan terug zullen verdienen. Een ander punt waar de oorzaak van het duurzaamheidsprobleem ligt, is de individu, of sterker nog, de levensstijl van de mens. Ga maar na, als de mens niet had bestaan, zou de aarde er prima verder kunnen leven. Ze hebben ons eigenlijk helemaal niet nodig en het is onze schuld dat wij de aarde uitputten. En in het webcollege kwam eigenlijk nog een interessant punt naar voren. Dat was, als wij allemaal zoals Amerikanen zouden leven, zou de aarde binnen een mum van tijd op zijn. En dit kan natuurlijk niet. En vervolgens is de mens ook veel te simpel en egoïstisch. Er wordt gedacht, wat kan ik er nou aan doen? En dit zijn precies de gedachten die ons later zullen achtervolgen. De mens wordt verwend qua energie, zo verwend dat we niet meer zonder kunnen. Nou, deze twee punten vind ik persoonlijk de oorzaak van het duurzaamheidsprobleem. En willen wij een mooie toekomst voor onszelf kweken, dan moeten wij hier echt iets aan doen. Te beginnen bij de mens en haar levensstijl. Strengere maatregelen voor personen die milieuvriendelijk zijn, hoge boetes voor bedrijven die niet duurzaam bezig zijn, etc. Aan dit soort dingen moeten wij gaan denken. En dit was mijn visie over het duurzaamheidsprobleem. Dank u wel.